Stefan Wessels, ik moet eerlijk zeggen, ik gaf geen cent meer voor jullie halverwege derde kwart, 17 punten achter. En wat is er gebeurd in het laatste kwartier? Ja, we hebben gewoon alle zijden bij moeten zetten, zeker in de verdediging. En dat pakte gelukkig goed uit. Ja, want ik dacht echt van, de kat in het bakkie voor de thuisploeg. Nou, ze zag het er wel uit, zeker de eerste helft kregen ze veel open schoten, die ze ook gelukkig maakten. Voor hun dan gelukkig. En we wisten dat in de rust hebben we daarover gesproken en ja, dat moesten gewoon, die moesten we proberen weg te nemen. En dat ging gedurende, of in de loop van het derde kwart ging het beter gelukkig. Ja, in de eerste wedstrijd in Den Bosch waren jullie agressief, fysiek sterk. Het leek wel of in de eerste helft Den Helder dat had en dat jullie het op een gegeven moment toch weer overnamen. Nou, dat gevoel hadden wij ook. Het was denk ik voor de neutrale toeschouwer zo dat Den Helder het liever wilde dan wij. En dat mogen we natuurlijk niet toelaten, dus gelukkig hebben we dat kunnen omdraaien. 2-0 nu voor in zo'n play-off serie mag je natuurlijk niet meer weggeven. Nee, in principe niet. Maar goed, het zijn nog 3 wedstrijden en als we ze alle 3 verliezen zijn we alsnog eruit. Dus we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten nu. Was er een moment in de wedstrijd waarvan je dacht van, en we gaan het alsnog pakken? Eén specifiek moment? Nou, niet zozeer. Ik denk dat we op een gegeven moment toen we de verdediging aanscherpten, dat we toen gewoon het gevoel allemaal kregen, dat vertrouwen daarin kregen. En daardoor ook aanvallend met vertrouwen gingen spelen. Dat Thaï weer terugkwam was ook natuurlijk heel belangrijk voor ons in de tweede helft. Dus ja, toen we eenmaal die smaak te pakken hadden, konden we doorzetten. Longt een landskampioenschap. Leiden staat 2-0 voor tegen Groningen, wat niemand had verwacht. Jullie staan 2-0 voor tegen Den Helder. Finale plaats is dichterbij dan ooit. Mo. Ja, ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Dat is heel riskant. Dus laten we eerst maar zorgen dat we deze halve finale winnen en dan kijken we wel wat verder.